Koert-Jan, laatste training voor de finale. Hoe gaat het? Het gaat nu wel goed. Het gaat nu wel goed. Maar ja, Ximène, Jody, Keizer, ja, eigenlijk alle finalisten maken een kans. En ja, weet je, ik heb ook absoluut niet het verst gesprongen in de aflevering. Maar waren de omstandigheden wel wat moeilijker. Maar bovendien, maar buiten dat was het gewoon waanzinnig. Hoe Ximène bijvoorbeeld. Ximène is 49 jaar. Dat mag ik wel zeggen, want het is alleen maar, ja, het geeft alleen maar aan wat een power woman het is. Ik vind het echt fantastisch. Daar heb ik echt heel veel respect voor. En zij doet het gewoon. Ze heeft gewoon lef. Maar lef. Keizer bijvoorbeeld is ook echt iemand, ja, waarvan ik denk, jezus, hoe krijg je het voor elkaar om zo'n knop om te zetten? Wat iets minder ski-ervaring. Sterker nog, volgens mij heeft hij 0 ski-ervaring. En dat doet hij dan maar gewoon even. Nou, daar heb ik ook heel veel respect voor. Jody, merk ik, die was wat voorzichtig. Misschien gold dat ook wel voor mij een beetje, maar Jody is wat voorzichtig en als hij dat loslaat, dan, ja, dan springt hij gewoon de sterren van de hemel. Die jongen heeft een hele goede balans, hele goede beheersing. Maar training gaat goed nu. Ik moet volgens mij niet mezelf overtrainen, dus niet zoveel mogelijk sprongen maken. Volgens mij is het voor mij heel belangrijk dat ik probeer om op één moment van die eerste sprong dat steeds een beetje na te bootsen en te zorgen dat alles dan bij elkaar komt. Wat heel moeilijk is. En hoe zijn de omstandigheden nu? De omstandigheden nu zijn wel heel goed. De baan is spekglad, het is gewoon heel snel. Ja, het remmen is daardoor wat lastiger. Je ziet ook een paar mensen die gaan af en toe keihard die boarding in. Maar de omstandigheden zijn goed, het is mooi weer. En wat ik me ook nog bedacht is dat dit gewoon een van de laatste sprongen uit mijn leven is. Waarschijnlijk. Het is waarschijnlijk een van de laatste sprongen uit mijn leven. Want ja, het is niet zo dat ik volgend jaar denk, we gaan op wintersport, we gaan even skis gaan springen, weet je wel. Dat doe je gewoon niet. Maar ja, fantastisch. Ik heb er heel veel zin in. En let the best. Nee, hoe zeg je dat nou ook weer? Let the best may win. Dankjewel. Succes.